Zoals jullie dus zien, ligt alles dus op tafel. Ja. Aardappeltjes, rode linzen, lekkere nootjes, nog een keertje nootjes, pinda's. Zoals jullie kunnen zien is de koelkast weer helemaal schoon en netjes en weer heel mooi ingedeeld. Een hele goede morgenmiddag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer donderdag 8 april 2021. Het gaat hard. En zoals jullie wellicht op de klok kan zien, is het daar bijna 11 uur. Maar het is bijna 12 uur. Dus, want deze moet ik nog steeds terugzetten en dat ga ik vandaag doen. Terugzetten naar de zomertijd. Dus, en het is hier vandaag voedselbankdag. Dus ik laat jullie sowieso zien wat ik vandaag van de voedselbank heb gekregen. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, nou wij zijn weer bij de voedselbank geweest. Ja, ik dan. Dat is mijn tas. Dit is mijn tasje met eten erin. En dat gaan we zo meteen weer even uitstallen op tafel. Laat het even weer zien. Wat ik niet lust, gaat naar rood toe. Dus ja, want het is wel echt wel veel voor iemand die een maagverkleining heeft, hoor. Dat gaat, moet ik zeggen. Dat krijg ik niet allemaal op. Wel de hele week mee kunnen doen, natuurlijk. Hè? Nou, zat. Maar ik heb hier mijn hele voedselpakket van de voedselbank hier voor me leggen. En die ga ik eventjes aan jullie laten zien, ja. Aardappeltjes, rode linzen, lekkere nootjes, nog een keertje nootjes, pinda's, hummus, pompoen, lekkere hakballetjes, en die waren erg lekker. M&M's, groentesoep, worteltjes, havenspret, drinken, spa, ethos, lekkere verfrissend. We hebben uitjes, we hebben nog een keertje uitjes, lekkere magdalena's, een wit brood, witte bolletjes, bruine bolletjes, witte bolletjes. Hebben we hier dus nog allemaal weer sausjes en alles, rode druiven, groene druiven, witlof, citroen, toch? Citroen, ja. Citroen en dit is lijm. Dus niet meloen, maar oké, lijm. Prima, en maar hoe heet het in het echt? Lijm, ja het zal. Groene druiven en dan hebben we hier drie keer van, via HelloFresh, mini romaat salat. Ja, oké, nou de koelkast die ziet er dus nu zo uit, vies en ranzig. Al zeg ik het zelf, het is gewoon vies. Eeuw. Zo ziet de koelkast dus er nu uit. Yes. Ik ga de koelkast schoonmaken, maar ik ga dus nu lekker schoonmaakspiritus doen, erin doen. Ik heb een emmertje, een doekje en dan doe ik een lekker flink scheut erin. En de kraan die staat er lekker aan en dat ruikt zo lekker. Alleen Rodi vindt het helemaal niks en Rodi dat is nu mijn cameraman. Yay! De inhoud van de koelkast, alleen de deur heb ik nog niet schoon, maar dit wel. Ik doe altijd gewoon even alles zo. Ook hier tussen, dat maakt niet uit nu, even op dit moment, want dat wordt ook zo meteen schoon. Dan heb je zoiets van, ja maar hoe ga je dat zo meteen doen? Nou, ik maak deze open. En dan pak ik hier, ik ben rechts. En dan haal ik hem hier het doekje doorheen. En dan is het schoon. En ik moet toch hier nog stofzuigen, dus. Zo. Even goed schoonmaken. En dat is het bijna weer schoon. Ik ben niet zo perfect als iemand anders of weet ik veel wat. En iedereen die maakt het op zijn eigen manier schoon. Zo, kijk, die is ook schoon.
even controleren. Dit stukje, dat is alleen even een glasplaat waar dus onder altijd de groentelaas onder zitten. Dat is dus op deze hoogte. Dit zit dus altijd aan een glasplaat, maar deze kun je er vaak gewoon van afhalen. En deze moet je dan ook even goed schoonmaken. Want hier gaan ook alle bacteriën in zitten en dat is ook niet zo lekker. Dus, dat ben ik dus nu aan het doen. Eventjes met een doekje gewoon eventjes erin. Gewoon even goed doordrukken proberen. Zodat je helemaal in beneden komt. Zo, en zo maak je dus iets schoon. Ja, ideaal. En dan doe ik nog eventjes water even doorheen. Goed weggaat. Nog de laatste restjes. Kijk, dat zie je hier nog. De laatste restjes in het water. Wat ik dus net niet meekreeg. Nou, en nu kan het dus eruit. Zo, we zijn aangekomen met de laatste om deze droog te maken. Alles nu net lekker schoongemaakt. En dan gaan we het lekker droog maken. En lekker zometeen weer de koelkast opnieuw herindelen. En dan doe ik deze weer. Daar. Kijk eens hoe mooi. Ja, dat is dus weer dat. En dan gaan we de deur even weer installeren. Hier heb je een heel mooi dingetje en daar. En dan moet je soms heel goed kijken of je wel goed zit. Nou, ik zit nu gelijk goed, dat is mooi. Maar het moet wel goed zitten. En dat zat dus net niet goed. En dan waarschijnlijk nu wel. Even kijken. Ja, hij zit dus nu wel goed. Net was het een beetje scheef. En ik moet even wat goed doen. Even goed schoonmaken, want ook hier aan de onderkant is het vies. Kijk maar aan de onderkant. Kijk. En dat gaan we ook even meenemen nu. Ja. En zoals jullie zien is Ro eventjes aan het afdrogen. Een groentebak. Want de koelkast is aardig alweer netjes in, bijna ingedeeld. Deze groentebak die is rood, is nu aan het schoonmaken. Kijk, dat is weer netjes. Deze moet nog gevuld worden. Dat is aardig gevuld. Deze moet weer gevuld worden. Die is gevuld. En deze moet nog weer gevuld worden. En daar staat heel veel dingen wat nog in de koelkast moet. Denken jullie dat ik dat ga redden? Doe een duimpje omhoog als je dat wel denkt. En een duimpje omlaag. Vooral dan een duimpje omlaag als je denkt dat ik het niet ga redden. En Rodi denkt dus wel dat ik het ga redden. Zoals jullie kunnen zien is de koelkast weer helemaal schoon en netjes en weer heel mooi ingedeeld. Dus ja, dat is weer het schoonmaakproces van de koelkast. Ik weet niet waar je het over hebt, maar... Die 99 centen voor die, dat grootsap, ja. Oh, Canberry drank, ja. Yeah. Nee. Welke... Oh, de Ocean Spray. Ocean Berry. Spray. Bio. Berry. Of ook niet, nee. Het zal wel waar hij het allemaal over heeft. Ik heb geen flauw idee. Ja. Nee. En je hebt de Flevo sap. Flevo sap? Ja, en de Flevo sap. Dat komt wel niet uit de buurt. En je hebt de boomgaat. Berensap. Ja, en de coconut water. Ik heb een pakketje binnen. Ja, want zoals jullie wel licht hebben kunnen zien, ben ik bezig met Happy Stones aan het maken. Ja, en daar heb je dan wat het een en ander voor nodig. Ja, stenen zoeken is gratis, want dat kun je gewoon buiten vinden. Maar ja, de attributen daarvoor, die moet je wel even hebben. Ja, en volgens mij is dit het ook nu. Het zou binnen nu en 16 april binnenkomen, dus dat vind ik netjes. Ik heb het nog voor het weekend besteld. Ik heb het nou dus al in huis. Ja. Lala, ja. Dit is zo mooi. Ja. Dat is heel mooi. Kijk. 20 kleurtjes. Hele mooie, kijk. Wauw. Ik ben hier zo blij mee, nu al. Zoals je kan zien is hij gewoon nu helemaal nog wit.
Nou ja, en daar zit dus beschrijving in. Dus je moet hem beschrijving op. Dus op elke pen. Je moet hem dus eerst even shaken. En dan pushen. Dus even drukken. En dan write. Dus schrijven. Ja. Dus nee, maar dat komt helemaal goed. En ik neem jullie gewoon van de week mee in het hele proces met de Happy Stones. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken naar alles wat ik weer ga doen. Want ik, gewoon even lekker weer bezig zijn. Daar, en daar wordt iedereen weer vrolijk toch van in deze rare pandemietijd. Ja! En dan kan het wel weer bijna 9:30 zijn. Maar Rodi wou dus nog wel een lekker biefstukje, een kogelbiefstuk. Een kogelvrije biefstuk. En ik heb hier nog rijst kipcurry met in zoetzure saus. Lekker. Dan heb ik ook nog rijst. Ja. Maar ik ga deze vlog lekker gezellig met jullie afsluiten. Dus dank jullie wel voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even hier. Ja, ja. En kijk eventjes bij de i'tjes, ook heel belangrijk. Doe het duimpje ook even omhoog. En laat een leuke reactie achter, want dan krijg je sowieso terug. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Dan blijf jij op de hoogte. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Dank jullie wel voor het kijken. En doei doei!